Dankzij de zogenaamde laserstralen zijn wetenschappers er voor het eerst in geslaagd een geheel driedimensionale foto te maken die hologram wordt genoemd. Op een holografische plaat die gevoelig is voor laserlicht is een object vastgelegd, in dit geval een microscoop, dat opnieuw met laserstralen zichtbaar wordt gemaakt. De ruimtelijke werking van het beeld is zo groot dat men tot diep in de microscoop kan kijken. In het Piazza Winkelcentrum in Eindhoven heeft de Stichting Ideecentrum een tentoonstelling van hologrammen georganiseerd, waarop het publiek kan kennismaken met de driedimensionale ruimtelijke fotografie. Het ruimtelijk effect is vaak zo suggestief dat men de voorwerpen zou willen pakken. En velen kunnen de neiging niet weerstaan om even achter de toch vlakke plaat te kijken. Het is ook mogelijk om gefilmde beelden met behulp van laserstralen op één holografische plaat samen te brengen. De oorspronkelijke beweging van de film keert terug als je je als toeschouwer langs de plaat beweegt. In Eindhoven kan het publiek zich ook sieraden aanschaffen waarin hologrammen zijn vervat. Dit zijn reflectiehologrammen die zichtbaar worden onder gewoon wit licht en die dan een grote dieptewerking hebben. Men kan in Eindhoven zelfs sieraden zien waarin aan elke zijde van het vlakke plaatje een hologram is geplaatst. Holografie is een fascinerende nieuwe afbeeldingstechniek met vele technische en artistieke mogelijkheden.